Goedemorgen, beste YouTube-volgelingen van mijn kanaal en toevallige aanbelanden. We zijn vandaag 7 juli alweer, dus de maand is al goed ingezet. En nog steeds uw spreker, ja, is Norsk Helman. Met de nieuwtjes en de laatste bezigheden uit Torhout. Goed, Torhoutse Oudkerkhof, ja, daar gaan we het vandaag eventjes over hebben, want... Je weet wel, het is dat stukje Torhout gelegen op het hoekje aan het rondpunt recht tegenover de FUN en ook tegenover de Vives Hogeschool. Nu blijkt dat deze, het kerkelveld te verstaan, met het tempo van weerkerende seizoenen als roddel over de tongen van de mens gaat. Ja, de mensen roddelen hier wat af in Torhout. Je houdt het niet voor mogelijk. En steeds is het onderwerp dat deze begraafplaats er wat verloederd bij ligt. Nou, verloederd is wat een uitgerokken begrip natuurlijk. De begraafplaats, een rustplaats voor vele Torhoutenaren. En als ik de grafstenen mag geloven, sommige liggen er reeds over de 100 jaar te slapen. Deze begraafplaats is ook een van de oudste die ons land nog rijk is. En dat zie je ook aan de indrukwekkende achtergebleven monumenten, alsof ze een eeuwigheid meegegaan zijn. Jammer genoeg zit ook de tans destijds te knagen aan deze granieten zuilen. En dit door invloed van weer en wind, maar ook, jammer genoeg, door het vele vandalisme. En daardoor verliezen ze ook wat hun charme. Het stadsbestuur heeft de site wel laten erkennen als historisch waardevol en daar in 2018 voor een beheersplan opgesteld. Plannen die altijd wel wat uit de stadskas gaan kosten, of die dan weer door anderen geboycott worden, waardoor er aan de gehele toestand natuurlijk niets gebeurt en het zogezegd als verloederd achtergelaten wordt. Bij veel van de grafzerken zijn er naar alle waarschijnlijkheid geen namenstaanden meer of wonen deze allang niet meer in Torhout, waardoor er weinig tot geen noodzakelijk onderhoud of herstellingen meer gebeuren met het gevolg op verval. Maar daar gaan de rondes natuurlijk van vandaag niet over, maar wel van twegen dat het gras er lang staat en dat de mensen zich een weg moeten banen om tot het graf van hun geliefde familielid of vriend te komen. Het zal je natuurlijk maar gebeuren dat je nu net eventjes tijd hebt tijdens de periode van het jaar op uw vakantie om een reis naar Torhout in te plannen. En dan bij aankomst tot het besef te komen dat je je bosmaaier of machete bent vergeten om je een weg te banen tot het graf. Niet echt praktisch om door 2 koontjes hoge gras te gaan stappen of met de GPS in de hand het graf te gaan zoeken. De opmerking van toevallige bezoekers en patiënten is waarom er niet eens wat meer gemaaid kan worden. Wel, ik kan u verzekeren, ik kom er dagelijks langs en ik hoor het gras werkelijk groeien. Maar ik zie ook met regelmaat dat de mensen van onze stadsdiensten of die van Optimat bezig zijn het kerkhof te onderhouden. Wie zelf een tuin geeft, weet dat dit een constant gevecht tegen de tijd is waarbij je nooit een oog mag sluiten of het overrompelt u. De tuinmannen kunnen ook maar doen wat ze kunnen in hun mogelijkheden en beschikbare tijd. Boze tongen roepen dan weer als er geen onderhoud meer kan gebeuren, laat ons dan maar een andere bestemming aan het parkje geven. Zoals... een park bijvoorbeeld. Ja, dan kunnen die mannen van de tuinziest opnieuw gaan maaien. Dus dat is ook geen oplossing. Of anderen zeggen dan weer, laten we het gewoon volstorten met beton. Om dan weer een extra parking te hebben. Mijn mening, wel dat is mijn mening. Tijdens mijn vele reizen probeer ik altijd wat oude kerkhoven te bezoeken. En daar is het gras ook niet altijd tot op de millimeter gemaaid. Het oogt natuurlijk niet altijd even mooi, maar het geeft wel iets rustgevend. En dat hier ook na de dood, het leven boven de grond die van de natuur ook verder gaat.
Wees gerust, roddeltantes en roddelnonkels. Tegen 1 november kunnen jullie weer zonder laarzen en zonder tweeloop bloemen komen zetten. Want dan zullen de tuinmannen hemel nog bosmaaier gespaard hebben om jullie een veilige doortocht te bieden. Geniet alvast van de rustgevende foto's en de reportage over het lang gras van het oud kerkhof. Mochten jullie terloops nog geen abonnementje op mijn kanaal hebben, wel, wees er dan vrij om ergens hier op deze onderstaande icoontjes te willen klikken. Like en subscribe. Ik zou zeggen, tot de volgende YouTube aflevering maar weer. Bye, tot de volgende.